Autosport is fysiek en mentaal zwaarder dan je waarschijnlijk denkt. We rijden soms bij temperaturen van 30, 35 graden en dan kan het in de cockpit wel oplopen tot wel 80 graden. Ik verbruik dan dus ongemerkt veel energie om tegen de hitte te strijden, zodat ik eigenlijk alle energie nodig heb om een sportieve topprestatie te leveren. Een goede conditie is niet alleen belangrijk voor je uithoudingsvermogen, maar ook om je concentratie en focus tijdens de race langer vast te houden. Het is namelijk in de autosport ontzettend belangrijk dat je constante rondetijden kunt rijden en dat vergt heel veel concentratie en energie. De sport draait immers om tienden van een seconde. En je moet in een split second kunnen handelen, reageren en anticiperen op situaties die zich voordoen tijdens de race. Ik werk aan mijn conditie door regelmatig te hardlopen, te fietsen en te voetballen. Voetballen is een sport waarbij je leert om in teamverband met elkaar om te gaan en samen wint of samen verliest. En dit heeft me geleerd om ook binnen de autosport samen te werken. Want autosport is meer teamsport dan je zou denken.